Nou, dit lied gaat over eigenlijk, als je kijkt naar de relatie tussen een man en een vrouw, heb je vaak dat de vrouw veel expressiever is dan de man. Praat veel vaker. Als er wat is, haalt ze het gelijk aan. Schroot vaker ook. En doe maar op. Dus als er wat is bij de vrouw, merk ik het gelijk. Maar bij de man is dat niet altijd het geval. Vaak genoeg niet het geval. Mannen hebben een andere manier hoe zij emoties verwerken. Hoe zij stress verwerken. En soms kan het erop gaan lijken dat de man eigenlijk ongevoelig is en helemaal niet begrijpt wat er gebeurt. Terwijl dat niet zo is. Het gaat om het verschil tussen man en vrouw. Dat een man op een andere manier, en misschien niet zo expressieve manier als een vrouw, zijn emoties verwerkt. En wat we eigenlijk vragen in dit lied is dat er begrip wordt getoond voor dat verschil. Dat vrouwen iets meer begrip tonen voor mannen in de zin van, misschien praten wij niet zoveel, maar omdat we niet verstaan, dat kan een probleem hebben. Toch? Dus wij doen het op een andere manier en vragen, begrijp ons zo, hoe schrijf je hier toe, hoe naar Libisma toe. Dit lied is geschreven door mijn broertje, Emmanuel Sanfisi. En ja, hij heeft waarschijnlijk gezegd van, jij gaat het zingen. No kimiete. Ik sprak hem vanmiddag nog en hij zei, ik schreef dit lied en ik had niemand anders in gedachten dan jij, Rof. En voor mij is dat een grote eer en voorrecht. Nou, eerlijk waar, ik zat er niet op te wachten, om heel eerlijk te zijn. Het is weer niet zo dat ik zat te kijken van, oké, wanneer mag ik meedoen met Suripop? Het is eigenlijk iets dat gewoon het is gebeurd door genade des Heren. En ja, daar ben ik. Mino Corriere, er zijn een paar favorieten. Maar die van Gina Davis toch? Of wat zie je dat ik ook? Sure. Maar die van Gina Davis, waar ze zingt van die. Ik vind het zo erg dat ik op het niet kan komen. Ik kom er zo op terug. Maar die van Gina Davis, die vond ik echt top. Taki weri fu feti. So furu leisi ue taki. Ma la sane tang asrefi. Ore da pena. Pra mi si. You.